Beste nabestaanden, dames en heren, welkom, Blauwersoog. Mijn naam is Sebastiaan Smit van Aqua Omega en ik ben hier vandaag met mijn collega's en de bemanning van de Susanna om uit te varen en zorg te dragen voor de verstrooiing van as van misschien wel uw dierbaren op zee. 8 oktober 2018. Het is 10 minuten over 4. We zullen iets later vertrekken dan gepland. We varen straks uit met de vlag halfmast en ergens op zee zal het schip, de Susanna, stil gaan liggen. Daar zal na het luiden van de bel de verstrooiing beginnen. Na de laatste verstrooiing zullen we een vaarwelsboeket achterlaten op de plek waar de verstrooiing heeft plaatsgevonden. Als dat gedaan is, zal de schipper een cirkel varen rondom de plek waarbij de bloemen heel mooi blijven drijven en een markering geven van het zeegraf. Als die cirkel voltooid is, zullen we ter afscheid 3 keer het signaal geven met de scheepshoorn. 3 lange stoten waarvan de laatste langer is dan de voorgaande 2. Dat is ook het moment dat de vlag in top gehezen wordt en dat we weer terugvaren naar de haven. Ik zou u nog even willen voorstellen aan mijn collega Glenn Huisman. Glenn, laat jezelf eens even zien. Dag. Dankjewel. U gaat meevaren. U gaat beleven wat wij beleven. Hoe een asverstrooiingsceremonie in zijn werk gaat. Het is... We kunnen wel zeggen, het is hier bewolkt. Half tot zwaar bewolkt zou ik zeggen. De wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 5. De stroming weet ik nog niet, daar ga ik u straks wel wat over vertellen als we de zee hebben bereikt. Ik wens u gewoon heel veel sterkte. Gaat u met me mee? Welkom aan boord van de Susanna. De Susanna is een nostalgisch reddingsschip waarmee wij vanuit Lauwersoog, vanuit Harlingen, asverstrooiingsvaarten uitvoeren. Vandaag zijn we dus in Lauwersoog om zorg te dragen voor de verstrooiing in stilte. U ziet hier de assen staan. De assen zitten in deze strooikoker, zoals wij ze noemen. En vanuit hieruit wordt ook verstrooid. Dit zijn asbussen, genaamd Cinisafe. Ook vanuit hieruit wordt direct straks met de wind mee boven zee verstrooid. En we hebben hier, ik weet niet of je dat in beeld kunt brengen, het vaarwels. Boeket, wat wij straks dus als laatste zullen achterlaten op de plek waar misschien wel uw dierbare achterblijft. Plaatsvinden. Als ik hier om me heen kijk, je ziet sowieso de boei daar ook. Misschien kan je die toch even in beeld brengen. De Z5. Daar in de verte zie je Schiermonnikoog liggen met de vuurtoren. Iets meer naar links. Daar zie je Booreiland en die ligt echt op zee, op de Noordzee. Als we dan nog meer naar links gaan, dan hebben we Ameland. Ik ga de positie waar we nu liggen ga ik opslaan op mijn telefoon.
En die kunt u ook weer teruglezen in het verstrooiingsbericht wat op onze website wordt geplaatst. 5 minuten voor 5. We merken dat de wind hier is toegenomen. Zeker wel een kracht 5. Daar hadden we het zojuist onderweg naar deze plek, hadden we daar minder last van wegens de beschutting van het land. Het is eb, laagwater. Onderweg kwamen we ook verschillende zandplaten tegen. Waar hier en daar gewoon een schip helemaal op het droog lag. Het is hier hartstikke mooi op het wat. Wij gaan beginnen met onze ceremonie. Ik ga de scheepsbel luiden voor iedereen die vandaag hier op zee achterblijft. Heeft de laatste verstrooiing plaatsgevonden. We gaan nu de bloemengroet geven namens Aqua Omega aan iedereen die vandaag hier op zee achterblijft. Een groet ook namens u. Als verstrooiing.nl met dubbel i op het eind.